Yo, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Ja, we zijn deze keer op onderzoek uit. We gaan gewoon even kijken wat deze wereld nog meer heeft. Ik ben samen natuurlijk met Mike deze keer. Ja, we zijn. Hey, goeie Mia, avond, dag. Weg gaan wij niet kijken, natuurlijk. Kan avond, middag. Precies. Nee, ja, we zijn even op onze S&P-wereld even rond aan het kijken wat er nog meer is te halen is. Want we willen natuurlijk leuke gebieden uitkiezen om leuke dingen te bouwen. Ik stond eerst bij mijn ideabord aan. Dat is het eigenlijk meer. Het is gewoon meer. Nou, gaan we op avontuur. We gaan nu even op avontuur. Oeh. Oh, dat is een olifant. Ah, leuk, leuk, leuk. Ik heb nooit echt olifanten gezien in Minecraft, maar deze keer zien we olifanten hier. Ja. Goed zo, kill ze. Goed zo, olifant, kill ze. Volgende keer als ze weer komen, bel ze. Loop even langs onze briefbus en zeg van ja, we worden aangevallen. Heel. Goeiedag. Gaat ie goed, katten? Of zijn jullie dronken of zo? Zo jongens, dat waren de katten die opeens denken van joem. We gaan even een speurtocht houden. Ja, ze willen mee op avontuur. Ja, ze lopen mee. Het zijn kleine tijgers hoor. Nee, dus ja, we zijn gewoon even op avontuur. We gaan natuurlijk niet heel ver van huis, want ja, we hebben geen map eigenlijk. Maar ja, in principe wat we kunnen doen is gewoon slash kill en dan zijn we ook weer thuis. We hebben Een daar. kistje, een giraffie. Ja, en ik zie heel wat anders. Hoekeboekers zie ik hier. Die proberen ons te volgen. Die honkeboekers. Nah. Oh. Hoor, ons mis aangevallen. Nou. Hey, gewoon killen. Hey, poepoenen. Of, ja. Pumpkins. Meenemen. Die hadden we nog niet echt. We hebben wel meloenen gezien. Heel veel. Want waar wij natuurlijk die kasteel aan het bouwen zijn. Ja, daar zaten heel veel meloenen natuurlijk. Maar dat maakt niks uit. Het is wel mooi hier op zich. Even kijken. Ik ga even de hoogste punt opzoeken. Nou ja, de hoogste punt is normaal, maar dat kan nog niet. Oeh, het ziet er wel leuk uit hier. Hier ook, mooie platte stuk, zeg maar. Je hebt ook een diep gat daar. Ando, Ja. in de grond zitten, maar dat maakt niet zoveel uit. We gaan gewoon een beetje kijken. Ja, dat is het eigenlijk niet. Het is gewoon een beetje meer rondkijken. Kijken wat eigenlijk meer te beleven is eigenlijk. Want ja, we zijn natuurlijk nu de hele tijd natuurlijk op onze stuk bezig. Maar we willen gewoon natuurlijk meerdere projecten hebben die we kunnen gaan doen. Met alleen even goed uitkijken dat we niet in de gat vallen. Maar ja. Het ziet er nu al best wel leuk uit, zeg maar. Ah, we zien ook Kijk, meloenen. meloenen. Ja, we hebben genoeg van, maar ja, we kunnen het altijd extra meenemen. Om als we eten nodig hebben natuurlijk. Want ja, hup, hup. Zo. Hoppa.
Eten is altijd belangrijk om mee te nemen als je op speurtocht gaat. Ik zie daar ook cacaobonen. Hebben er ook wel een paar van. Misschien kunnen we daar ooit een keer een farm van maken. Ah, ik zie een kleine baby hier en hier. Oh, koetje koe. Kom eens hier. Ik heb eten voor je. Oh nee, dat heb ik niet bij me. Ja, het is. Zijn wel schattig. Daarom zeg ik al, jongens, het is natuurlijk Minecraft met extra dingen. Zoals. Ja, een soort van hex, witch, iets achter of zo. Ik weet niet echt hoe ik het moet gaan noemen, natuurlijk. Want ja, Which? het is natuurlijk van hij of zij vuurt vuurbal af. Ik zie wel opeens weer heel veel bamboe. Maar ja, bamboe hebben we al heel veel. Want ons hele huiskist staat al vol met bamboe eigenlijk. Dus ja. Maar dat maakt niks uit. Dat is een rijke bamboerijke gebied. Ja, dat zeker. Hey, pumpkins. Pumpkins. Kom maar hier, pumpkins. Zo. Pumpkins wil ik wel heel graag mee nemen. Mike is daar. Oh, ik drop niks. Zodoende, we zijn gewoon een beetje rond aan het kijken, jongens. Niet echt heel veel belangrijke dingen. Nog meer pumpkins, oké, meenemen. Tot je hele inventory vol zit met pumpkins en meloenen. Maar ja, eten is altijd belangrijk. En wat we ooit kunnen gaan doen is natuurlijk een meloenen en een pumpkin farm maken. Oh, het wordt weer avond. Dat is niet heel gezellig. Voor mij hebben wij de Oh nee. Ja, het kan, maar ik weet niet of dat 100% zeker is. Voor mij is dat die mangrove farm. Denk ik. Ja, dat is de mangrove. We hebben de mangrove gevonden. Dat zijn die nieuwe bomen, zeg maar, jongens. Die in farming. De farm is gevonden, zeg maar, laat het zo zeggen, want dat zijn de nieuwe bomen qua Minecraft. Maar ik heb er nooit echt een farm voor kunnen vinden, wat ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Want dit zijn allemaal jungle bomen, die nemen we ook wel even mee. Hallo, geef me even een zeppelin. Ja, zeppelin, zeppelin. Ja. Het is wel een hele grote gebergte hier, maar. Altijd volledig een boom weghakken, jongens, want anders blijft het alleen maar leggen hier en dat is ook niet echt. De bedoeling, zeg maar. Ja, we hebben volgens mij tropische vissen of zo. Kan ook piranha zijn, maar geen idee. Daarom zeg ik weet nog niet heel veel dingen over deze map, want ja, we zijn nog niet echt heel ver gelopen natuurlijk. We weten dat we die kant weer terug moeten, maar ja. Oh, hallo lava. Wie daarin? Oh, heb je zo zie. Hebben we zee? Oh nee, we hebben de zee, jongens.
Ah, ik heb hout gehakken, gehakken. Wat ik even kan doen is even een bootje bouwen. En dan maken we even een crafting table. Zo, hop. Zetten we heel even hier neer. Maken we gewoon even één schep. En als we een schep hebben, hebben we hout. En hout hebben we weer bomen. Zo. Ik heb een boot. Mijn Ik boot. heb een boot. Het is de Black Pearl. Ik zit in het water. Ik weet niet precies. Oh, daar ben je. Ja. Lukt het? We varen. Lukt het? Ja. Want weet je niet echt hoe je boot moet bouwen. Dat kan ook. Hey, daar heb je die honkebonkers weer. Nou ja, we gaan die kant op, denk ik. Rechtdoor. Ja. Zeven. Ik heb overslag van zijn stem. Ja, nou ja, Sebi, ja. We kunnen Caleb meenemen, alleen het is er meer van, ja. We kunnen het alleen voor dingen gebruiken, natuurlijk. Voor om boomwiel te maken. Maar daar kunnen we ook dingen voor gebruiken. Suikerriet. Oh, maar ik heb weer wat gevonden. Land, laat eens zicht. Oh ja, ik zie geen land hoor. Ik zie alleen zand. Zand is echt. Maar een klein landje. Nou, we kunnen even aanmeren. Zo, even onze bootjes meenemen natuurlijk. En dan gaan we hier verder kijken. We gaan weer verder dokkelen. Ja, voor de rest, ja. Het is best wel groot natuurlijk, dus ja, we zijn nog wel even op onderzoek uit, maar ja, weet je, het is natuurlijk, we hebben onze vaste plek natuurlijk waar we dingen gaan bouwen en dat soort dingen, weet je, we zijn natuurlijk nog bezig met ons eigen kasteel. Ja. Voor de rest zijn we gewoon een beetje op onderzoek uit. Want ja, we weten niet echt wat er nog meer in deze. Ja, Minecraft zit natuurlijk. Ja, oké, okay, we hebben nu dan natuurlijk gezien. Een giraf, een rendier. Ja, olifanten. Maar ja, het is natuurlijk de vraag. Wat zit er nog meer in? Een olifant. Ah, hello, olifant, olifant. Nog een giraf. Een giraf. Nog een girafie. Ja, voor mij hadden we al suikerriet, maar ik weet niet zeker. Dus ja, voor de zekerheid neem ik het even mee. Doei. Doei. Zwem maar lekker naar de bodem. Hey, doei, bommetje. Plons.
Wij gaan gewoon lekker naar de overkant. Doepa. Veel plezier, hè, daar onder water, mensen. Ja. Oeh, ja. Ja, volgens mij is dit gewoon echt alleen een eiland, maar... Maar, ja, weet je, wij wonen ook op een eiland. Dus ja, het is niet dat wij natuurlijk niet op een eiland wonen. Want wij wonen ook echt wel op een eiland. Maar ons eiland is even wat groter en... Ja, breder, mag ik het zo zeggen. Ja. Oh, hallo giraf. We hebben weer een giraf gevonden hoor. En weer een olifant. Hallo, olifant. Nou, we kunnen hier weer naar de overkant toe. Dit is ook een plons. Ja. Het is gewoon heel veel oversteken en... ja, kijken. Rondkijken. Want ja, soms vind je wat of zo. Net zoals hier. Het is een hele type kreef. Die naar beneden... Judelt. Ja, dat is het eigenlijk meer, weet je. We zijn gewoon lekker op onderzoek uit. Misschien vinden wij nog wel wat een mooie uitzicht of zo. Net zoals hier, hier heb je een paar bergen die je gewoon naar beneden loopt natuurlijk. En, Oeh, bijna. Zie bijna de lava ingegaan. Ja, maar het is nog wel een aardige flinke eiland. Alleen het is natuurlijk met zeestukken ertussendoor. Mag ik zo zeggen? Oh nee! Ah. Zet ze in brand! Zet ze in brand! Hop! Au. Oeren. Dit. Wat denk jij wel? Au. Au. Bijna dit. Oké. Nou, onze leven ging bijna voorbij. Ik zag ons leven voorbij vliegen. Nou, ik zag mijn leven bijna wegvliegen met... die klojo's. Echt. We hebben echt flinke ammo nodig als we hun willen verslaan. Nou, oké. Okay. Zo. Hup. Oh, weer een olifant. Ik heb nog niet echt andere dieren gezien of zo. Heb jij andere dieren al gezien, Mike? Of heb je ook olifanten en giraffen gezien? Nu heb ik geen andere dieren gezien. Maar vanmorgen zag ik ook even hier in Minecraft. En toen zag ik een centipede. Een half paard, half mens. Denk je, waar kom jij vandaan? Ja, van God. Van God. Daar komt het vandaan. Jullie blijven lekker daar. Op zo, Dimitri. Ik heb weer geen zin in jullie, voordat we weer dood zijn. Bijna, laat ik zo zeggen. Maar wel zand als we zand nodig hebben. Lava. Oké. Het is een beetje tussen dirt en steen en... neem wel even mooie bloemetjes mee. Huppa. Zo, mooie red en tulpie. Oké, zonnebloem. Een soort van zonnebloemen is dat. Hallo. Ja joh. Kunnen we mooie, ja,
Wat zeggen ze zo zeggen, een mooie bloemenkaart beginnen. Dan kunnen we zeggen bloemen te koop. Bloemen te koop. 5 euro. 2 bossen bloemen voor 5 euro. Of ik een kleine dierentuin beginnen. Ja, dat kunnen we ook doen, ja. Ja, we kunnen best wel veel dingen doen in principe hier. Maar het is er meer van ja, dan moeten we eerst een hele dierentuin gaan bouwen. Dat is ook nog wat. Jij hebt natuurlijk wel. Het belangrijkste is, we moeten eerst een locatie zien te vinden. Waar we het even op kunnen bouwen. Dat ook. Dat Ja. ook. Maar ja, buiten dat is het ook meer van we moeten eerst weten hoeveel dingen er zijn in Minecraft. Want ja, we kunnen wel zeggen, oké, we gaan een dierentuin bouwen, maar als we niet weten hoeveel dieren of soorten dingen er zijn, ja, dan wordt het wel. Nou, ik heb al een olifant gezien, een giraf gezien, ik heb een leeuw gezien. Ja, Maar jij hebt dus een tijger gezien. een leeuw heb ik ook gezien, ja. Nou ja, dan die centipiece hebben we Nou, dan. ik heb hier kippen. De kip. Eten. Ja, nou ja, kippen, koeien, varkens. Ja, dat zit er natuurlijk allemaal wel gewoon normaal natuurlijk in. We zijn weer in een jungle. Oh, waar is George? George, waar ben je? Nergens, want we kunnen je niet vinden. Ja, nee, dat sowieso. Wel, heel veel koper. Die koper is wel handig om mee te nemen. Want daar hebben we niet zo heel veel van. Want ja, koper is best wel, ja, wat we, ja, niet echt wat we nodig hebben, maar we kunnen er wel leuke dingen van maken natuurlijk. Zoals als we een keer een soort van fabriek willen bouwen of zo, kunnen we dat inbaksen met honing. Dus ja. Ja, weet je, het komt allemaal wel goed. We gaan gewoon leuke dingen verzinnen om te gaan bouwen natuurlijk. En andere dingen natuurlijk. Zo, diep afgrond. Oh, oh. Oké, bonje, plons. Ah, je hebt hier wel een hele mooie stuk langs het water, jongens. Dat wel. Als we hier. Nee, dan krijg je rechts van je. Rechts van je. Ja, een mooi paard. Oeh. Mijn vleugels! Kunnen we vliegen? Ja. Paardje, kom eens hier. Ik heb geen appels bij me. Hey, ik wil je temmen. Kom hier. Hallo. We kunnen er niet eens op zitten. Kom hier, paard. Ik wil je temmen! Nee, ik kan er niet eens op zitten. Nou. Nou. Ja, Rudolf. Hey, Rudolf! Mijn lief. Nee, Rudolf 2, Rudolf 2. Nee, Rudolf 3000 bedoel je? Want we zien ze overal. Ja, nee, het is wel een mooi stukje. Het is alleen gewoon echt. Het lijkt of dat we in de mist verdwijnen. Want ja, nee, daar ook hier. Oké. Ook al hebben we daar ook veel thuis leggen. Qua saplings natuurlijk. Ja, het is wel mooi. Het is rustgevend en dat soort dingen. Misschien komen we nog wat anders tegen. Maar
Voor nu zie ik alleen maar dit Rudolf en olifanten, giraffen. Nou, oké, we hebben net al een eenhoorn gezien. Gaan we hier weer aanmeren? Wordt dat alweer donker? Jemig man. Zo, even dag. Ja, ga snel. Ja, het gaat wel heel snel, ja. Het lijkt meer als. Oh jongens, dat wil ik wel eerlijk toegeven. Ja, meestal zet ik het altijd op dag, zeg maar. Omdat ik die nacht altijd snel wil gaan. Het is gewoon altijd nacht of dag of s'nachts. Dan ben je even bezig en dan is het weer nacht. Nou, daar gaan we weer. Hoppa. Fari. Ja. Nou, weet je wat, jongens? Wij gaan natuurlijk wel hier even de video bij afsluiten, natuurlijk. Dan gaan wij gewoon even nog even op onderzoek uit. Beetje kijken van hoe of wat. Als we weer wat leuks vinden, gaan we er wel een opname van maken. Maar ja, het is eigenlijk meer van zijn een beetje op onderzoek uit. En dat soort dingen. Dus ja, voor de mensen wil ik zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Vergeet niet wat in de comments te zetten als jullie iets willen zien of dat jullie denken van hey, dit is misschien leuk om te bouwen. Zet je naam natuurlijk ook in de comments, want dan maken wij ook nog een naam voor lijst of zo met namen. Maken we ook daar een bord van natuurlijk. Voor de English guys, thanks for watching. Sammy, don't forget to sub button below. Don't forget the notification bell. I'll see you the next time, zoals I say is. Later, later, zoals I say is, ja, later, later. Voor jullie is het later, later. Yo, 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 yo.